Met Fred hier, ik ben het helemaal eens met die stelling van die kraakworst. Ja, klopt. Ja, helemaal mee eens. Ja, want die massa-migratie, dat kost mij mijn levensgeluk. Ja? En iedereen zit maar te eikel over die homo Brinkman van de PPV. Ja, dat hij iemand een barman of zo mel heeft geslagen. Maar dit is zeer bijna net. Volgens mij wordt het tijd dat we ons gaan concentreren op de bijzaken. Je bedoelt de hoofdzaak. Ik zeg wat ik bedoel hier. Ik zeg wat ik bedoel. En ik denk dat ik zeg wat ik bedoel. Wim Fortuyn. Ja, Fred, maar dus wat betreft die massa-integratie... Ja, we moeten dan even ophouden met het gezeik over die Brinkman. Kom op, iedereen die schaats wel eens geeft, ja? Hij, die zonder stenen zit, die maken de eerste fout, zeg ik altijd. Zet het verkeerd om, Freddy. Hou nou eens even je smoel, mens. Maar we moeten door, dus even kort, wat is je punt? Ja, wat ik zeg, we moeten door. Dat gezeik over die Brinkman, dat geëikel de hele tijd. Hou er nou eens over op, mens. Ja, iedereen heeft toch wel eens iemand op zijn bek geslagen. Ik ook. Dan ga je toch niet jaren aan. Bedankt voor je reactie. Die lul hangt gewoon op. Fred, doe nou toch eens rustig. Ik doe rustig, mens. Ja, op een gegeven moment moet je de zaak laten rusten. Alsjeblieft, zeg. Want A, en dit is zeer benieuwd of die man alcoholist is. En A. Nee, dat had je al gezegd, Fred. A. Nee, je moet dat B zeggen. Ah, maar Adria. Peertje, gaat het? Nee, natuurlijk gaat het niet. Anders piept ik toch wel anders dan A. Wat doe je? Ik luister of het klopt. Nee, natuurlijk klopt het niet, mens. Ik roep toch niet zomaar A. Ik heb verstraling in mijn arm. Peertje. Oh, hier. Ik zie mijn hele leven aan me voorbij fietsen. Ik bel de Nederlandse 911. Ja, doe maar. Dus wat is dit ook alweer? Mensen die kinderen hebben om het alarmnummer 112 dicht bij je telefoon te hebben liggen. En voor de mensen die geen kinderen hebben, tja, daar word je toch niet gemist, dus dan kun je net zo goed dood. Ah! Dit is daytime, nighttime, citytime. Dankjewel voor je belletje. Zometeen schuift aan Sidekick Pastoor Adriaans. En jullie kunnen reageren op de volgende gezellige zondagavondstelling. De wereld is ziek. En dit is de nieuwe alarmschijf. Harry Nilsson met Coconut. Trek, ben je nou klaar? Ja, mis, ik moet toch die DVD-record installeren? Anders mis ik studio voetbal. Is toch niet belangrijk, dit vraag? Juist nu, Ria, juist. Ah, juist nu besef je pas wat echt belangrijk is in het leven. Ja, straks dan ga je dood en dan heb je er toch voor niks opgenomen. Zullen we een beetje positief blijven, Ria? Dankjewel. Schiet dan maar op, heb je schoon ondergoed aan? Nee, dat is nu belangrijk, schoon ondergoed. Want als ik een bruine streep in mijn boek heb, laat ze me doodgaan, bedoel je dat? Ik bedoel het niet, Fred, ik word daarop aangekeken, ja. Nou, hoe dan ook, wat er ook gebeurt als ik doodga, niet wisten. Voor hetzelfde geld desintegreer ik. Nee, ik bedoel je, schiet daar op. Mens, kom nou, mensen. Ze zijn er, Fred. Ja, mens, ik kom eraan. Ach, mijn peuken. Ik ben er nou werkelijk waar.